Kijk eerst heel even naar de kaart. Je ziet op deze kaart de verwachte bodemdaling in Nederland tussen 2002 en 2050. En dan wil ik dat je voornamelijk kijkt naar het gebied rondom Almere. Wat valt je dan op? Heel erg donker. Ja, en wat geeft dat aan dat het heel erg donker is? Dat de bodem zo gaat dalen. Exact, de bodem daalt daar tussen de 50 centimeter en 2 meter. Dat betekent dus dat Almere een soort put is waar de bodem dus steeds lager komt en niet een bodemloze put. En die gebieden, ja, het is een put, ja. In het landschap. Hoe moet ik het dan noemen? Een depressie? Dan noem ik het een depressie. Goed. Ja, een depressie. Een depressie is een lager gelegen gedeelte van de aardbol. Een depressie heb je nou alweer. Het is een depressie van Nederland. Ja, dit staat wel online, ja. Ik vind het heel erg. Er gaan hier straks mensen naar zitten kijken die niet hier op school zitten. En die denken, wat zijn dat voor idioten? Echt. Goed. We gaan naar de Rietlanden. Porteum. Ja, daar komt er niemand meer. Ja, inderdaad. Goed. Even terug naar de werkelijkheid. Op het moment dat je te maken krijgt met enorme bodemdaling, hè, de vorige keer hebben we het al over relatieve zeespiegelstijging gehad, lopen die gebieden natuurlijk extra gevaar. Want een laaggelegen gebied is, gaan we weer, een soort afvoerputje waar al het water naartoe stroomt. Gelukkig is Almere niet het enige gebied wat laaggelegen is. Als je kijkt naar de westkant van Nederland, zie je dat er een heel groot gedeelte van Nederland is dat het te maken heeft met bodemdaling en dus kwetsbaarder wordt voor overstromingen. Dat komt door inklinking. Weet jullie nog wat inklinking was? Het water uitgevallen. Ja, het water wordt uit de bodem gehaald, dat is de eerste stap. En daardoor zakt het in. En waarom zakt het in, weet je dat nog? Zout. Oh ja, zout. Nee, dat niet met zout te maken. Ja? Iets met dat veen minder zwaar was en gewoon met zand. Ja, het heeft ook met veen, klopt. Niet zozeer dat het ander gewicht heeft, ja. Het veen zakt in, precies. Het wordt compacter, want het water zorgt ervoor dat het een soort spons is die zich volgezogen heeft met water. Dat droogt uit klei trouwens ook. Leg maar eens iets van klei. Als je natte klei neerlegt en je legt dat te droog in de zon, dan uiteindelijk wordt het ook kleiner. Het neemt minder massa in omdat het water eruit gaat. Nou, dat gebeurt dus ook met de bodem. En dat is dus niet alleen aan de kust het geval, maar ook in de polders. Waarom is dit in de polders een probleem? Dus waarom zie je... En we beginnen heel even met de Noordoostpolder. Hier aan de rand van de Noordoostpolder, dus aan de noordzijde, zie je een heel sterke bodemdaling. Heeft een van jullie enig idee dat niet in de polder zelf, maar juist aan de rand van de polder daar een enorme bodemdaling is? Waardoor zou dat komen? We hebben een veen, ja, of klei. Maar wat gebeurt daar? Ook die dingen? Nee, niet, er zijn geen bronnen of iets dergelijks of iets uit de grond gehaald hoor. Waarom zou de polder ervoor zorgen, dat is de vraag iets anders, dat er hier sprake is van bodemdaling? Dat is best wel lastig. Ja, daar komt het water vandaan. Waar stroomt het water naartoe? Het laagste punt. En wat is het laagste punt? Nou, we hadden het nu over de Noordoostpolder. Maar het stroomt inderdaad naar het laagste punt toe. Gevolg is dus, omdat de polder natuurlijk zeebodem is die lager ligt dan het omringende land. En ze zo stom zijn geweest om de Noordoostpolder vast te leggen aan het vasteland. Dat al het grondwater op hun gemak naar het laagste punt toe stroomt. Ofwel naar de Noordoostpolder. En dus hier de grondwaterstand enorm gedaald is. En dat betekent dat daar dus de bodemdaling heel erg snel is gegaan. Die fout hebben ze niet nog een keer gemaakt toen ze de zuidelijke Flevopolder hebben aangelegd. Toen hebben ze die losgelegd, daarom heeft de Flevopolder randmeren. Die randmeren, daar zit water in en die zorgen er dus voor dat het water in de bodem, ja, ze liggen niet hoog, het water in de bodem van de Veluwe netjes op peil blijft. Je ziet het maar als een soort watergrens. Nou, inklinking dus. En er zijn natuurlijk plekken waar het sneller gaat. De zandrijke gebieden die klinken eigenlijk nauwelijks in. Want zand is natuurlijk een grove kool met ruimte ertussen. Kaya, je had een vraag. Ik snap dus niet waardoor in de polders ook een probleem is. Waarom zijn er ook in polders problemen? Die zijn heel erg laag gelegen. En bestaan uit klei, uit zeeklei.
Nou, onttrek jij water uit zeeklei. We hebben hier gemalen aanstaan continu om Flevoland droog te houden. En die zorgen ervoor dat dus het grondwaterpeil op een bepaalde hoogte wordt gehouden. Maar ja, doordat je dat doet, klimt de bodem weer een beetje in. Dan moet je die pomp weer iets harder laten werken, zodat het peil weer netjes op orde is. En dan zakt de bodem weer een beetje. Waardoor die bodemdaling dus continu doorgaat. Het is een soort oorzaak-gevolg. Je oorzaak van de bodemdaling is inklinking. Daardoor zakt de bodem. Wij willen graag droge voeten houden, dus zetten we de pomp wat harder. Omdat we daarmee voorkomen dat door de inklinking het grondwater te hoog komt te staan. Dan daalt de grondwaterstand weer, maar krijg je weer inklinking. Nou, dat gaat net zo lang door totdat je niet meer verder kunt inklinken, zeg maar. Okay, ja. Ik zal het straks nog wel even voor. Je ziet daaronder een zandafzetting, dat is een soort vaste laag. Die blijft altijd even dik omdat het zand betreft. Behalve als ze eruit graven, maar dat doen we niet hier. Dan zie je dat ze de grondwaterstand, dat is die blauwe lijn, gaan verlagen. Om het bruikbaar te maken. Wat je dan dus ziet, is dat door de daling van de grondwaterstand die je kreek verzandt, want er komt geen nieuw water meer doorheen. Dat is één. Maar je ziet ook dat de lagen klei en veen veel compacter worden. En dus zie je dat er bij plaatje C bodemdaling ontstaat, behalve de plek waar het zand ligt. Dat laat dus ook weer zien dat klei en veen veel compacter kunnen worden dan zand. In principe blijft het zand gewoon dezelfde massa houden. Sorry. Dit zijn dan mogelijke gevolgen. Die laaggelegen gebieden die kunnen onder water komen te staan. Niet alleen als er water bijvoorbeeld over een dijk of door een dijk heen zou stromen. Maar ook bij extreme neerslag zoekt het water weer het laagste punt. Dus ook dan kan zo'n wijk zoals je hier op de foto ziet onder water komen te staan. En de gevolgen zijn behoorlijk groot. Je zou maar in deze auto hebben gezeten. De bodem raakt verzadigd. Weet jullie ook weer wat verzadiging is? Nee. Als je bodem verzadigt, betekent dat alle lucht zeg maar eruit is en daar zit water voor in de plaats. Stel, jij hebt een glas met water, dat zit vol. Dat glas is dus verzadigd. Je gooit er nog meer water bij, dan stroomt het glas over. Nou, eigenlijk gebeurt hetzelfde met je bodem. Je bodem zit vol, maar er valt extreem veel neerslag. Dat water kan niet meer weg, dus het stroomt over. En dan krijg je dus dergelijke situaties. Is dat tot zover duidelijk? Ja. Want extreme droogte ook. Vorig jaar hebben we een enorm droge periode gehad. En verdroging draagt natuurlijk ook bij aan inklinking. Waarom? Op het moment dat je een hele warme periode hebt, vindt er meer verdamping plaats. Onder andere van oppervlaktewater. En oppervlaktewater, zoals meren en dergelijke, worden vaak ondersteund door het grondwater daaronder. Nou, het gevolg is dat je bodem dus gaat inklinken, de grondwaterstand daalt. En huizen die bijvoorbeeld niet onderheid zijn, dus hier in Lelystad hoeven we daar niet bang voor te zijn, want eigenlijk zijn alle huizen hier, behalve volgens mij een aantal op het werkeiland, voorzien van heipalen. Ze zijn bezig met de bouw van de nieuwe school en uit mijn hoofd op 16 juni beginnen ze met heien. Er worden palen van 20 meter de grond. Dus ze zijn aan het heien, maar wij toetsen. Ja. Maar goed, in ieder geval, ze gaan palen van ongeveer 20 meter de grond inslaan om door die klei een veenlaag heen te komen en dus op het zand terecht te komen, zodat bij inklinking de school netjes blijft staan. Ik kon geen foto vinden, maar er zijn voorbeelden dat je ziet dat de bodem gedaald is en dat de huizen netjes zijn blijven staan. En dan zie je dus dat je niet meer zo vanaf die pad zo je voordeur in kunt lopen, maar dat je eerst een halve meter omhoog moet met een trapje om bij je voordeur te komen, alleen maar door de bodemdaling. Ook bomen kunnen doodgaan, want de wortels van bomen die zitten natuurlijk op een bepaalde diepte. En op het moment dat een boom geen grondwater meer krijgt, ja, dan gaat die dood. Wat is het gevolg als die bomen afsterven en er gaat daarna ineens heel veel neerslag vallen? Dan wordt het water water. Ja, de bomen nemen het water niet, maar er gebeurt nog iets anders. Ja, de bodem spoelt weg. Waardoor je weer te maken krijgt met een verlaging van je bodem.
Hè, je water is dan wel weer terug, maar je bodem is weg. Dus krijg je daar weer een probleem. Dit plaatje laat het allemaal heel mooi zien. Je ziet een aantal zaken. Hè. Er valt geen neerslag meer. Een boom verdampt natuurlijk water. Dat is je evapotranspiratie, zoals dat heet. Dat doen wij zelf ook. Als wij zweten, verdampen wij ook water. Alleen zitten wij niet vast in de grond. Dus dat is iets minder ernstig. Je hebt verdamping uit de bodem. Het vocht verdampt vanwege de zon die erop staat. En je ziet daardoor een daling van je grondwaterpeil. En daardoor inklinking. Die inklinking is dus heel erg belangrijk voor de gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Welke gebieden in Nederland zouden er de minste last van hebben? Limburg. Rechts. Overijssel, Gelderland. Limburg het minste. Waarom Limburg het minste? Ja, het ligt het hoogst. De inklinking zal daar niet snel ontstaan. Aan de andere kant hebben ze daar wel andere problemen. Omdat het hoog gelegen is, zit de grondwaterspiegel veel lager. En op het moment dat je daar dus dan je akkers en dergelijke wil gaan bevloeien en de grondwaterstand daalt, kunnen alsnog beplanting en dergelijke doodgaan. Met als gevolg dat als je bijvoorbeeld zo'n plateau hebt in Limburg, dat alle lus die erop ligt, lus is een los soort klei, misschien dat je het nog weet van vorig jaar, daar afstroomt. En dan is de bodem niet meer vruchtbaar, dus dan heb je niks meer aan het plateau. Dus het is zo ontzettend belangrijk om de grondwaterstand op peil te houden. En ik blijf daarop hameren, de belangrijkste oplossing is niet alles asfalteren buiten, maar zorg voor open verharding. Grind, stenen met ruimte ertussen, gras, zodat het water de bodem in kan en niet naar een riool wordt afgevoerd. Dus hier buiten al die tegels, hup, eruit en leg er grind neer. Kan best. Gaat het water tenminste de grond in. Maar goed. Het plaatje uit je boek gaat over verdamping, infiltratie en afstroming van water. Ik wil dat je goed kijkt naar de verschillen tussen die twee precies. Je hebt namelijk in een landbouwgebied relatief weinig verharding. Dus er zijn weinig asfalt, weinig stenen. Je ziet dan ook dat het percentage infiltratie veel en veel hoger is dan in de stad hier. 10% ondiep, dus dat is aan het oppervlak, en diepe infiltratie tot aan het grondwater. Dat is maar 5%. Terwijl je hier te maken hebt met 2 keer 25% infiltratie. Dus er gaat veel meer water in die bodem in. Dus dat is heel positief. Afstroming, 10%. Dus er gaat maar 10% naar je riool toe. In de stad gaat 55% van het water niet de bodem in, maar gaat een put in buiten en het belandt bij de rioolwaterzuivering. Dat is niet handig. Dus je ziet nu al projecten waarbij ze bezig zijn om stedelijke gebieden te voorzien van bijvoorbeeld van die mini-bossen of mini-tuinbouwgebiedjes midden in de stad. En die kunnen er al voor zorgen dat er iets meer water wordt opgevangen en het water niet direct het riool ingaat. Andere opties zijn dat mensen bij hun huizen bijvoorbeeld regentonnen neerzetten in plaats van hun hemelwaterafvoer op het riool aan te sluiten enzovoort. Allemaal regentonnen. Dan kun je planten weer meer water geven. Hoef je niet uit de kraan te halen. Niet per se in de grond staan. Nee, die kan toch gewoon op de grond staan. Maar dan gaat het niet de bodem in. Nee, maar als jij je planten water geeft wel. Het gaat dan niet het riool in. Dus je neemt je afstroming, hè, het feit dat je water het riool in gaat, verdwijnt. Omdat je het opvangt en het water elders voor gebruikt. Dus je brengt het als een soort tussenstapje dan zelf in je oppervlaktewater, omdat je, of in je bodem, omdat jij daar met een gieter plant aan het water regelen bent. Okay. Een voorbeeld. Kijk, als je op een flat woont is dat wat lastiger natuurlijk. Gaat niet, ja precies, je gaat niet... Op een flat woont heb je ook geen tijd. Nee, op je balkon, maar dan ga je geen regenton neerzetten. Vaak zie je dat er hier sprake is van afstroming. Waarom is er heel veel afstroming bij glastuinbouw? Omdat het water de bodem niet in kan. Precies, het water kan de bodem niet in, want... Er is glas. Er is glas, er staan kassen daar, heel simpel. Niet te moeilijk denken. Het gevolg is dat het water allemaal in de afvoersloten terechtkomt, die dat dan bijvoorbeeld naar een rivier toe moet brengen.
Maar die kunnen het niet aan, want die zijn niet groot genoeg, dus het water loopt de kassen in en vervolgens zijn al je tomaten dood. Want die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid water hebben. Nu is dit niet het enige probleem. Extreme neerslag kan ook zorgen voor andere problemen in dit gebied. Heeft een van jullie een idee wat voor extreme neerslag daar voor problemen kan zorgen? Overstromingen van de rivieren. Ja, dan heb je het weer over water, maar... Hagel. Hagel, precies. Wat doet hagel met grasaanbouw? Kapot maken. Precies, er blijft geen ruiten heel. Zijn er nog mensen dit aan het opschrijven? Ja, maar ik heb het niet. Ja, dan wacht ik heel even op. Ja, want je oogst kun je ook weggooien, want al je aardbeienplanten en je tomaten zitten onder het glas. Dus... En je moet dat glas vervangen? Ja. Maar stop, je is leuk, ik geef juist eten dan. Doe je best, doe je best. Glasvezel versterkt de tomaat. Dan de laatste dia. Andere gevolgen bij extreme droogte voor de tuinbouw in het algemeen. Je mag geen grondwater meer gebruiken om je mais, dat je de foto ziet, te besproeien. Vorig jaar is er een enorme periode een sproeiverbod geweest, omdat het zo droog was. Gevolg is verdroging van de bodem. Toen was de droge periode eind augustus afgelopen. En toen begon het te hozen en toen stroomde de grond weg. Dus je oogst weer mislukt. Dus je ziet dat extreme in het klimaat en klimaatverandering... niet alleen voor ons als bewoners van het stedelijk gebied problemen kunnen veroorzaken, maar aan de andere kant ook onze voedselvoorziening bedreigen. Dus ja, we zullen maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de kans op schade of op overstromingen afneemt. En daar zijn wetenschappers natuurlijk allemaal heel druk mee bezig, maar het gaat nog wel eventjes duren voordat we... Ja, dus... Dat noemen ze in het Engels hazard management. Hazard management is wel een beroepsklasse waar je geld kunt verdienen. Is dat nou met klimaat? Ja, heeft met weer een klimaat te maken. Ja, dat moet je maar. Zijn er over nog vragen? Of over de andere dia's? Want dan zijn wij zover.